Ain't nothing better than watching you smile. Whoa, whoa. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Dit is een beetje een andere vlog. Normaal vloggen we hele leuke dingen en zo. Maar vandaag ga ik jullie mijn dagelijkse routine laten zien. Nou, als eerste kom ik altijd aan en dan komt iemand die begroeten. Een likje. Ja. Dan geef ik even een knuffel. Ja, kom mee. En dan loopt ze me achterna, want ik heb mijn tas mee. En meestal komt Camille dan aan. Meetje. Hi. Hi, poepje. Ja. Ja. En dan staat Floor ook nog ergens, maar die vindt het meestal niet heel interessant. Of ze komt juist gewoon gelijk op je afrennen. Nou, ik ga hem dus achtervolgen. Dan moet je hier een soort van parcouren over de grote stukjes. En daar is Floor. Hepper. En dan ben je dus in de stal. Dan zet ik meestal even mijn tas neer. En dan ga ik eerst... Het eerste wat ik doe is mijn tas neerzetten. Even kijken hoe de ponies erbij staan en zo. Dan ga ik Amy eten geven en borstelen en zo. En meestal als ik de alleen heel even kort ga, doe ik dat. En dan nog wat fruitsassuur. Dus ja, vandaag zien jullie mijn dagelijkse routine. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, Camilla die stelt dus altijd het eten van Amy. Maar ik heb eigenlijk nooit zin om Amy helemaal om te laten lopen. Want dan moet ze weer met haar pootjes door de bagger. En daar hangen de emmers. Dus ja, ik pak gewoon voer. We hebben een bakje en die is ongeveer 2 handjes. En dat is genoeg. Zo. Want Amy is een beetje mager, dus ze moet dan aankomen. Dan pak ik een logeertouw. Want die hang ik dan op. Zodat Camilla er niet bij kan. Maar hij is een beetje hoog, want Merel heeft hem opgehangen. En ik kan er bijna niet bij, maar oké. Maakt verder niet uit. Dat leg ik klaar. Klaar. Dan pak ik ook nog even de halster en de touw. Maar dat doe ik zo meteen. Ga ik eerst konijntjes eten geven. En dan pak ik gewoon een handje. En dan geef ik mevrouw Wolf een half handje. En dan geef ik meneer Vlek een half handje. Waar is je bakje? Heb je hem omgegooid? Nee, Vlek, kom. Die doen. Nee! Sorry dat ik jullie even neerleg. Ja, maar ik moest even een bakje pakken. Nou, dan zit Amy heel gulzig te kijken. Dus ga ik alles voor Amy pakken. Maar eerst haal ik nog even wat hooi uit de hooibalen. Om aan de konijnen te geven. Want soms kunnen we niet. Maar dan hebben ze natuurlijk wel gewoon eten nodig. Dus ja, dan kunnen ze wel 1 dagje op hooi leven. Maar natuurlijk niet altijd. Dus we zorgen echt wel dat er iemand komt hoor. Maar ik geef ze sowieso wat hooi. Dan kunnen ze een nestje bouwen of wat ze dan ook willen. En ja, dan hebben ze gewoon lekker nog wat hooi. En we geven natuurlijk de ponies ook genoeg hooi. Daar vroeg laatst iemand naar, hoe doen jullie dat? Ik zie jullie eigenlijk nooit hooi voeren. Nou ja, we voeren ze wel. Maar ja, meestal is het alweer op. Maar we mogen ze niet te veel geven, want ze moeten natuurlijk ook wel gewoon nog normaal blijven eten. En dit is voor Vlek. Ze hebben een beetje hun vaste hooiplekjes. Dan ga ik dus spullen voor Amy pakken. Nou, nu heb ik maar 1 hand, dus dat is een beetje onhandig. Maar hetgene wat ik meeneem is mijn halster. Die hang ik meestal op mijn schouder als ik mijn 1 hand heb. Ik neem ook mijn touw mee, hang ik ook op mijn schouder. Deze pak ik, maar die kan ik ook wel even op mijn schouder hangen. En ik pak een bakje met voer. Oh ja, en de reden dat ik niet de hele tijd film is gewoon omdat... ja, het is volgens mij nogal irritant als jullie gewoon de hele tijd zien waar ik loop en zo. Maar ja, eigenlijk hoort het ook bij mijn routine. Maar oké. Nou, dan ga ik dus over het hek heen. Maar eerst heb ik even dit plakje hooi nog. Huppatee. Ja, nogmaals, ik ben zeg maar vergeleken bij Merel best wel klein. Ik kan dus niet over dat hek heen. Hier is een gat. Kunnen de ponies overigens niet door. Maar ik wel, dus ik moet er altijd even doorheen. En dan leg ik mijn alles daar neer. Maar ik pak dit touw, longeertouw, en die bind ik zeg maar hier.
Nou, touw is gespannen. Meestal staat inpaal hier hoor, meestal hoef ik er niet. En dan pak ik mijn bakje met eten. En dan doe ik deze emmer naar de andere kant. En dan weet Impie het al. Dan krijgt Impie eten. En Camilla durft niet over het touw heen. En als je bij Fleur één keer je hand hoog houdt, dan durft ze het ook niet meer. Hé? Hé, trucjes doen. Nou, dat dus. En nu ga ik er poetsen. Als ze dan vervelend is, dan kan ik mijn halster en zo aandoen en er gewoon vastzetten. Daar staan mijn borstels. En meestal kan ik er... Nu kan ik er net niet bij. Dan pak ik ze even. Nou, mijn borstels. En Camilla doet gelijk weer irritant. Klaar. Klaar. En dan zit in lekker te eten. En dan ga ik dus borstelen. Ja, het is misschien heel saai. Nu. Maar iemand... Ja... er vroeg iemand van, wil je een keer je dagelijkse routine filmen? Dus dat ga ik doen. De eerste wat ik doe is, ik pak deze borstel. Die heb ik ooit gekregen bij de Hipporama. Die bestaat nu niet meer. Dat is nu Applejack geworden. En dan haal ik even al het vuil eraf. Al het grove vuil. En ik maak haar haren alvast een beetje wat droger. Maar dat is natuurlijk niet alles. Kameeltje, niet doen. Dat is echt een hond hoor. Moet niet. Oké, en dat is natuurlijk niet alles, want dat zou zielig zijn. Dus zo meteen ga ik nog met een andere borstel eroverheen. En ik doe de manen ook gelijk even. In de winter vlecht ik de manen meestal niet. En als ik ze vlecht, dan laat ik het er heel lang in zitten. Want Amy heeft namelijk heel veel last van de manen. Maar ja, ze houden er ook wel weer warm. Dus meestal laat ik ze los. Dan pak ik de Furminator. Want Amy heeft heel veel losse haren. Want ze is een rui. En dan ga ik zo met de haren mee. En daar komt dan haar van af. Kwetje. En het lijkt me echt alsof mijn camera heel ver is ingezoomd. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Maar hij doet gewoon een beetje raar met de lens. Hi Camille. Floor! Ze is er onderdoor gegaan. Nou ja, dat ga ik even regelen. Nou, ze is terug. Niet meer doen, Floor. En dan ga ik weer verder. Het gebeurt wel vaker hoor, maar ik vind gewoon dat Amy in rust moet kunnen eten. En deze pinnen doen trouwens geen pijn. Voor mensen die dat misschien nu gaan zeggen in de comments. Vooral hier verhaart ze heel erg. Ik zal even mijn borstel schoonmaken. Hij is schoon, nu ga ik heel even borstelen. Het waren even twee slagen. En ja, daar verhaart ze dus heel veel. Ja, ik smeer altijd heel mijn broek onder. Maar dit is de enige manier om het met één hand eraf te halen. Wacht even. Ik heb hem weer. Kijk. Het is nog niet zo heel erg. Maar als je dan de staart aan de kant doet. En het hier doet. Dan zie je gewoon de haren ervan afvallen. Voor mensen die nu gaan zeggen dat dit zielig is. Niet doen. Het is niet zielig. Ze vindt het lekker. Dus... Sorry, mijn vingers zaten ervoor. Dus dit. Nu ga ik er even helemaal borstelen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, meestal heb ik, als ik Amy klaar heb met borstelen, moet ik alweer gaan. Maar als ik nog niet hoef te gaan, dan doe ik meestal nog even vrijtussuur. In dit geval moet ik wel gaan. Ja, sorry pijsje. Kom eens. Neus? Amy houdt van deze. Zeg dat. Ik wil snoepjes. Ik heb mijn halster niet nodig gehad. En ze vindt altijd heel lekker hoor, mensen. Dus echt niet gaan zeggen dat het zielig is. Ze vindt het leuk. En ja. Ik ga nu dus weg. Ik heb geen tijd, want ik heb heel veel huiswerk. Ja. Dus. En maar in het weekend kom ik echt heel lang.
En ze worden hier echt heel goed verzorgd. Dus, schatjes. Maar oké. Dit was de video. Hij was misschien kort, maar ik hoop alsnog dat jullie hem leuk vonden. En willen jullie nou vaker zien als bijvoorbeeld in de zomer een routine hebben, want dan is hij natuurlijk anders dan in de winter. Willen jullie dat ook zien? Amy vindt februari heel saai. Ja, heel saai. Nou, als jullie dus ook willen weten wat we doen in de zomer, zeg maar, zet het dan even in de reacties of doe een duimpje omhoog. Dat vinden we heel leuk. Dus tot de volgende video. Doei!